Jongens, daar zijn we weer. En we staan op een hele gekke plek om de video te beginnen. Als je namelijk goed naar mijn inventory hier kijkt, zie je dat al mijn tools helemaal gerepareerd zijn. En daar heb ik even de tijd voor genomen. Ik dacht, voordat de video begint, laten we even gewoon naar deze skeleton farm gaan hier. En al deze skeletons even boos maken door ze gewoon helemaal verrot te slaan. Want er staat natuurlijk mending op alles. Dus nu is eindelijk alles een beetje gerepareerd. Ik heb ook heel veel botten eruit gekregen. Nou, die hou ik lekker. Maar dikke shout-out naar Maurits, René en Floor. Ik weet niet precies van wie deze is, maar hè, mijn spullen zijn gerepareerd. Dan verlaten wij de basis van Maurits weer en dan vliegen we lekker weg terug naar ons eigen koninkrijk. En daar heb je hem al hoor. De muren zijn er al. Oh, het kerkie daar. Het kerkie trouwens, echt een megakerk. En laten we even kijken of Floor haar werk wel goed doet. Want het is Koningsdag is natuurlijk geweest. Ik ben zelf ook 3 dagen weg geweest van de server. Oh, Floor, ondanks dat vind ik dat je traag aan het werk bent. Dit betekent dat je minder betaald krijgt. En je kreeg al niks betaald. Nee, maar leuk dat jullie er zijn, jongens. Kijk, mijn editor heeft speciaal voor jullie, omdat het Koningsdag was, een, ja, succes Sebastiaan, een koning gerelateerde gif voor jullie. En like even. Want wij gaan voor wat zullen we doen? Zullen we gewoon 1000 likes? Dat halen we waarschijnlijk toch wel. Nou, laten we gewoon voor 4000 likes gaan of zo, boeien. Jongens, ik was de server gejoined en ik zag ineens daar een heel mooi barreltje staan met het universum. Bedankt u voor uw bijdrage. Ik wilde er gelijk in kijken, maar ik dacht, ik wacht even tot de video. En ik hoop toch dat het de diamonds zijn die mij beloofd zijn. Alsjeblieft, laat het die diamonds zijn. En oh ja, dit is meer dan een stack diamonds. Oh ja. Jongens, wat chill. Oh, maar deze en dat ijzer trouwens. Goud is ook wel leuk. Oh, en heel veel emeralds. Dat kunnen we zo top gebruiken om weer te traden bij onze villages. Jongens, hier ben ik zo blij mee. Nathan, ik bedoel het universum. Dankjewel, universum. Dankjewel. Ik heb weer veel leukste plannen. Maar alles moet beginnen met een beetje sorteren. Want ik heb ook weer heel veel troep bij me. Trouwens, mijn chocoboxes liggen allemaal hier nog van vorige aflevering. Ja, want toen hebben wij dit gebouwd. En we gaan gelijk verder met dit. Want ik wil dit gedeelte hier bouwen. En ik wil kijken of ik hier misschien ook al iets kan doen. Ja, we hebben veel dingen zijn van plan, jongens. Laten wij onze buiten even claimen. Het universum, ik ben je zo dankbaar. Voor alles wat ik hier heb gekregen. Wat is het universum ook aardig voor je als jij aardig voor het universum bent, hè? Niet te geloven. Laten we het allemaal even mooi sorteren zoals dus ik heb echt ongesorteerde kist. Ik bedoel, alles is wel bij elkaar. Maar in de kist zelf is het echt een rommeltje. Zo, ik heb al veel diamonds nu trouwens weer, hoor. Jesus Christ. Even wat nieuw eten. Dat hebben we vorige aflevering natuurlijk helemaal gekocht. Zo, kunnen we nu weer aan de slag. Okay, laten we beginnen met dit. We vullen het eerst helemaal lekker makkelijk op met allemaal dirt. Zodat het even één groot geheel is. Oké, dat is ook gedaan dan dit hier. Ik heb al een idee. Dit moet even helemaal plat. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk natuur hebben. Op een gegeven moment in mijn park. Of in mijn park, wat zeg ik nou? In mijn kasteel. Binnen de muren. En alle de stukjes natuur die ik wel zie, zijn allemaal parkjes. Allemaal kunstmatige natuur, als het ware. Dat gewoon door mij daadwerkelijk is gebouwd en niks. Zodat je dat ook echt kan zien. En denkt van, ah, leuk, zo'n parkje hier. Laten we beginnen door dit gewoon eventjes helemaal naar de bodem te trekken. Simpele taak natuurlijk. Zo, dan gaan we dit ook opvullen dat het daadwerkelijk klopt natuurlijk. Want die muur hier, die mag niet ineens dirt en andere gekke meuk worden natuurlijk. Kijk eens aan, dat ziet er netjes uit. Dan is volgende stap, is dit zo. Laten we dat ook gewoon per 1 doen. Even op deze manier. Hoppa, en dan dit ook zo hierheen brengen. Oh, dit past perfect zo. Ik doe dit bewust, jongens. Doe ik dit anders dan met stone bricks. Zodat je een beetje in het pad en de muren en dat alles een beetje, ja, los staat van elkaar. Dat het niet allemaal een beetje op hetzelfde lijkt. Dat ze zonde zijn. Zo, 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 zo. Hoppa, hoppa, hoppa. Oké. Okay. Oeh, dan komen we hier wel in de knoei. Oh, wat doen we nou? Met de blokken. Oh nee, tuurlijk niet. Want ik wil uiteindelijk deze blokken hier wil ik ook van steen maken. Ik denk, ah, dit moet nu cobblestone en stone worden. Dus dat gaat niet meer passen natuurlijk. Want dan heb je in één keer steen in het pad. Maar uiteindelijk wil ik dit pad natuurlijk ook gewoon steen hebben. Hey, ik ben wel een goede bouwer, jongens. Ik kan het wel een beetje. Vinden jullie dat ik een goede bouwer ben? Laat het maar alsjeblieft even weten of ik goed kan bouwen. Ik ben onzeker. Dan vervangen we al het steen hier op de vloer wel gewoon voor gras. Want dit wordt dus zo'n kunstmatig parkje waar ik het over had. En uiteindelijk wordt alle dirt wordt wel gewoon gras. Maar ja, ik heb ook wel gras. Maar als ik bedoel, als er al zoveel gras omheen zit, vind ik het zonde om daadwerkelijk gras te plaatsen. Want ja, dat kost toch silk touch om te hakken. En dat heb ik niet op mijn shovel. Wat ik er wel eigenlijk op moet zetten. Waarom zou ik dat niet doen, weet je? Het is ook heerlijk om dit soort dingetjes gewoon op te ruimen. Dat het er gewoon allemaal even netjes uitziet, weet je? Nou, hier wil je natuurlijk wel gewoon dit hebben, zo. Aan de zijkant van het pad. Een randje. Oh, wat heerlijk als het zo opgeknapt is, zoals dit, hè. Dat geeft zo een fijn gevoel. Laten we dan nu hier eventjes, jongens, kijk, dat is misschien wel leuk. Even zo, zo, zo. Nou, gewoon, ik denk op deze manier zo. Een soort ingangetje maken. Zien dat het wel
wel van ander soort blokken moeten hoor, maar ik denk gewoon van steen. Omdat, ja, anders zie je de ingang niet. Van steen en cobblestone, zo, hoppakee. Leuke ingang. En dan hier nu een klein pad zoals dit. Kijk, dat loopt niet echt naar iets toe, maar dan kan je hier gewoon in, weet je. En dan nu maken we er een leuk tuintje van. Oké, laten we hier beginnen met wat boompies. Zo, 1, 2, 3. Ik denk dat dit wel leuk uitkomt. Maar die gaan te dicht op elkaar zitten. Dit is beter. Zo. Gaan we even 3 leuke boompjes maken. Kijk, nou dat ziet er leuk uit. Dan doen we daar natuurlijk op de achtergrond. Doen we ook nog een beetje bosjes zoals dit. Dan op de bodem hier doen we af en toe bosjes. Dan vullen we het voor de rest helemaal lekker vol met boommeel zo. Oh, dan moeten we natuurlijk wachten tot dat gras is geworden. Maar ik heb ook nog een leuke rode red bosjes zo. Hoppakee. En hier nog eentje. Ja, kijk. Een gezellig tuintje, jongens. Wat een gezelligheid hier allemaal al. Laten we hier een soort heggetje maken. Ik denk dat dat ook wel leuk is. Oeh, misschien hier. Ik weet niet of dat leuk is. Zomaar zo'n soort arch, weet je? Ik weet niet of jullie dan weten wat ik bedoel. Maar ik denk eentje hoger. Oh, mijn bosjes zijn op. Kijk, zoals dit. Alleen ik weet niet of dat heel leuk is, omdat er niet echt een heg aan vast zit, weet je? Dan zou dit een hele heg moeten zijn. Kijk, aan deze kant is het leuk. Maar ik denk niet dat het leuk is aan deze kant. Misschien als ik hem dan zo afsluit hier, dat het dan wel leuk is, zo. En dan dat het hier helemaal tot de bodem loopt. Moeilijke keuze. We houden het wel even. Puur om te kijken of hoe lang ik het nog leuk vind. En dan kijk, misschien dat we zelfs dit iets verder moeten opschuiven, jongens. Zo. En dan dit natuurlijk gewoon pad maken. Misschien is het dan wel heel leuk. Te langzaam leren, hè. En hier een leuk vijvertje. We gaan lekker een detail-episode, jongens. Daar hou ik af en toe echt van. Om gewoon lekker kleine dingetjes te doen. Hier in het midden weer een mooi boompie. Nog meer bosjes erbij. Gewoon voor leuke details. Ik heb alleen geen water om dit hier aan te vullen. Dat is ook handig. Dan halen we zo wel water. Laten we het eerst hier eventjes een beetje opvullen aan de andere kant. We hebben nog mooie grote rode bosjes. Plaatsen we hier. Een beetje hekjes langs de zijkant om het af te zetten. Of af te bakenen, ligt er nou hoe je het wil noemen. Waar heb ik water? Oh, wacht. Natuurlijk bij mijn blaashopjes hier. Ik kan het zeggen, ik heb toch helemaal nergens water of zo? Hier, hoppakee. Schrok al. Nou, dat is 1. Moeten we nog een plasje halen? Kom maar door. Nee. Hou op. Oh, ik haat het wel echt. Die blaashopjes hebben een lekker pleintje bij mij. Maar af en toe zijn ze wel heel vervelend. Hoppakee, kijk. Nu hebben we oneindig water en dan kunnen we hem helemaal vullen. Laten we hem tot de rand hier doen. Dat is denk ik wel leuk. Zo, ja, zeker. Dan heb ik wel die blokken nodig om het even te laten kloppen hier. Nou, ik heb cobblestone. Laten we dit dan gewoon simpel met cobblestone doen. Kan je mij toch blij maken als je me gewoon even lekker laat bouwen, jongens. Dat is ik helemaal in mijn element. Dit even allemaal weg, zodat we de goede blokken kunnen plaatsen. Oh, kom op, kom op. Stroming is heel vervelend. Juist. Halen we even stroming weg. Hoppakee. Nou, dan kan het pad hier denk ik wel doorlopen, hè. Zo, ja. Zo. Hoppa. Zien een lekker vissersplekje hier. Is wel leuk, denk ik. Zo. Wil ik hier eigenlijk een klein of een bloemetje? Heb ik niet gewoon een bloemetje? Ik heb een geel bloemetje. Kijk, die mag daar. Zo. Alleen dit hoekje klopt dus nog helemaal niet. En ik twijfel wat ik hier ga doen. Ik weet het al. Een opslagplekje voor wat meloenen. Vraag me niet waarom, maar het leek me gewoon leuk. Zo, hoppakee. Dan doen we er wat barrels bij. Hier zo. Die zijn gestoord. Nee, ze zijn niet gek gestoord, maar zijn gewoon. Jullie snappen wat ik bedoel. Laten we het pad er helemaal naartoe lopen. Hier doen we een leuk stoeltje. Zo. Pad moet ik toch nog een beetje random maken, dus dat maakt niet uit dat dat nu dirt is. Ik heb alleen geen lilypads, anders had ik hier echt lilypads in geplaatst. Volgens mij heb ik geen... Heb ik lilypads? Volgens mij heb ik geen lilypads. Douwen er nog een beetje coarse dirt in. Gewoon voor de gekkigheid, waarom ook niet, hè? Nou, dan ziet dit er al heel leuk uit. Lantern plaatsen we hier erbij. Laten we er even boven vliegen om te kijken, want hij is volgens mij helemaal klaar. Ja, dat kan je echt amper zien. Ja, dit ziet er leuk uit, jongens. Kijk, dit ziet er gewoon prima uit. Dat is een soort, ja, een parkje. Wat ik letterlijk zei, ik wil alleen nog maar alle natuur als parkjes hebben in mijn kasteel. Als je dit een beetje zo voor je ziet, en dan met huizen overal door, door het hele gebied hier. Helemaal tot de poort daar en in die hoek daar. Ik moet daar natuurlijk de begraafplaats nog plaatsen. Maar daar zijn we langzaam mee bezig. En de begraafplaats wil ik natuurlijk weer met een mooie timelapse doen. Maar voor nu ga ik even dat rare hoekje daar en dit gekke hoekje hier maken. En dat zien jullie in 3, 2, 1, 0. Nou, dat ging snel. We hebben hier een, ja, wat is het? Een kruis gemaakt. Een poging tot. Ik heb hier, ja, ja. Het was een poging tot een soort kruis, omdat het natuurlijk bij een kerk is. Alleen ja, hij staat diagonaal. Waardoor het een beetje moeilijk was om hem mooier te maken. Zeker omdat hij ook zo klein is. Maar op zich, ik bedoel, het is zo subtiel. Het kan ook gewoon een ander standbeeldje van iets zijn. Hier heb ik verder het randje heb ik gewoon helemaal opgevuld. Een paar bloemetjes gesorteerd een beetje veel. Maar wel iets gesorteerder, omdat het bij de kerk is, weet je. Dan mag het wel netjesachtig zijn. Dan verder heb ik daar, ja,
gewoon een soort natuurplekje gemaakt ook. Ik heb het pad nog even iets mooier gemaakt. Iets meer een randje hier, zoals dit natuurlijk. En dan heb ik alle... De verhoging daar heb ik gewoon laag gestampt. En daar gras geplaatst en een paar bloemetjes, hetzelfde. Hier gaat ook nog zoveel gedaan moeten worden. Oh, het is zoveel werk allemaal, jongens. Laat even weten als je een beetje hyped bent voor dit kasteel. Of voor alles hier gewoon binnen. En wat jij graag nog wil zien. Sowieso nog een blacksmith. Ik wil heel graag ergens een blacksmith hebben. Misschien wordt dat wel een blacksmith die daarachter die vloer nu aan het maken is. Oké, volgende stap is dat ik dit pad hier eventjes helemaal ga verstenen. En dan ga ik vervolgens helemaal naar de andere kant van mijn kasteeltje toe. Want ik wil hier eventjes weer aan de slag gaan. Ik moet de farm namelijk nog even helemaal vullen. Die is namelijk nog maar voor de helft gevuld. Wat een hersenloze taak is dit ook altijd, jongens, voor mijn gevoel. Van een beetje dit doen en daarna steen plaatsen tot al het potsel, of potsel, weet ik veel hoe je dit überhaupt noemt, platgestampt. Hoe noem je dit überhaupt? Ik weet de hele naam er niet eens van. Heb ik Silk Touch ergens? Hier, ik heb Silk Touch. Dan krijg ik gewoon dirt. Hoe heet dit? Zo, dat is ook weer gedaan. Dat is een hele taak wel weer. Ik mis alleen de butters. Ik denk altijd van, nou, nu ben ik klaar. Nu kan ik weer verder opnemen, weet je. En dan toch vergeet ik weer iets. In dit geval de buttons. Stom simpel iets. En dan heb ik zeker ook gewoon... Oh, 16. Ik had ze al bij me. Bruh. Oké, buttons. 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 Nou, hoppakee. Een paar buttons voor de sier. Een beetje keitjes die ertussen zitten, weet je. Maar wat ik wilde zeggen, klein taakje, maar toch altijd leuk als het gedaan is. Gewoon het pad weer geüpgraded. Dan voelt het weer iets, ja, kasteelachtiger. Ik blijf het elke episode zeggen. Ik weet alleen niet wat ik hier wil, dan ga ik ook niet deze aflevering doen. Was ik wel van plan, maar het is nog te onbekend wat ik hier wil. Er zijn nog te veel bomen, nog te veel gedoe. Hier liggen heel veel zaadjes. Die ga ik even meenemen. Zo. Want die kunnen we hier weer even gaan planten. Ik denk dat ik wel genoeg bij me heb nu. Lekker weer het farmleven opstarten, jongens. Wat een heerlijk leven is dat ook, hè. Het boerenleven. Het boerenleven in Minecraft. Wat een leven. Ik vraag me af of ik genoeg heb. Ik denk het wel. Ik heb nu nog anderhalve stack. Ja, hier heb ik sowieso genoeg voor. Ik kom wel af en toe wat grasdotten, zoals dit tegen. Ik denk van ja, dat is niet de afspraak. Daar had ik toch ook gewoon farmland geplaatst. Maar blijkbaar is er gewoon niet water in de buurt. En dat is een beetje jammer. En ik heb geen ho. Nou, ik heb er wel waarschijnlijk eentje, maar niet op zak. En dat is gewoon stom. Ik heb eigenlijk gewoon standaard een ho nodig. Ook gewoon een netherite, enchanted, weet ik veel wat. Met unbreaking en mending en zo. Hoort er gewoon bij. Ik wil ook binnenkort wel weer in mijn kasteel aan de slag gaan, jongens. Want als je hier kijkt, deze hele kamer bijvoorbeeld in de vergaderruimte boven is gewoon nog leeg. Hier is letterlijk gewoon nog helemaal niks gedaan. Maar ik dacht eraan om hier een soort woonkamer idee te maken. Grote open haard, een beetje boekenkasten hier en daar. Maar als jullie ook nog een leuk idee hebben, laat het dan zeker even weten in de reacties, jongens. En like gelijk ook even. Wat heb je nog niet gedaan gelijk? Kom op nou, jongens. Nee, maar laat vooral gewoon even weten wat voor leuke dingen jij daar wil zien. Laten we even de grasdotjes verhelpen, want ik heb een hout erbij gepakt. Ik denk, misschien helpt het. Waarschijnlijk wel. Hoppa, zo, zo, zo. Dan kan ik het gelijk ook gaan farmen. En ik zag hier... Kijk, hier zag ik er ook eentje. Zo. En hier eentje. En kijk, hier... hier zag ik ook allemaal meuk gewoon. Dus laten wij dit eventjes zo doen. Ik denk dat dit te ver van water afstaat. Dus laten we even eens wat water bij elkaar rapen hier weer. Hier. Hoppa. En dan kijken... doen we hier het water. Zo, hoppa. Nou, nu kan het bijna niet fout gaan. Wat ik overigens ook nog moet doen, is de hele muur opvullen. Dus dat wil ik denk ik volgende aflevering gaan doen. Tijd om die muur van binnen en buiten gewoon helemaal vol te hebben. Want dit is een beetje zonde. Zoals het er nu uitziet. Dat is niet echt mooi. Zo, dan kan mijn werkstationnetje hier ook weer weg. Die kan weer lekker opgeruimd worden. Deze kan gaan, die kan gaan. Ik zei vorige aflevering met veel trots dat ik twijfelde. Nou, twijfelde dat ik nog niet mijn bomen door mijn hele kasteel weg wilde halen. Omdat het natuurlijk gewoon sierlijk is, al die bomen. Maar als ik hier even in mijn torentje ga staan en je gaat zo kijken. Wat zouden jullie zeggen? Nog even de bomen allemaal houden. En dan heb ik het ook echt over alle natuurlijke bomen binnen de muren. Dat ik die dan nog allemaal eventjes houd. Of zou ik ze weghalen? En dan dat we gewoon echt overzicht hebben met waar wel en nog niet gebouwd is. Het gaat wel heel kaal zijn dan binnen de muren als ik ze weghaal. Daarom twijfel ik er ook zo over. Maar ja, dan spreken dit soort dingen zoals hier. Die steken dan natuurlijk wel helemaal uit. En dus dat ziet er dan wel ineens weer een stuk mooier uit, weet je. Dat je alles wat ik gebouwd heb, kan je dan al gewoon zien. Want ja, daar is ook van alles gebouwd. Maar je ziet het bijna natuurlijk niet door de bossen. En in het begin was het een leuk idee. Want dan wilde je gewoon je kasteel in de bossen hebben en zo. Maar ja, nu is het kasteel zo dusdanig groot geworden. Dat de bossen er nog steeds omheen zitten. Maar ja, wil je het bos nog wel in je kasteel hebben? Uiteindelijk niet. Maar willen we het nu al weghalen? We hebben wel heel veel hout. Dan hebben we echt heel veel hout als we al deze bomen weghalen. Ja, dat is een moeilijke keus. Als we dat doen, moet er wel één boom tot stand blijven. Die mag nooit weggehaald worden. En dat is deze heilige boom hier. Want jongens, dit is de boom. En ja, toen de tijd was dat zo ver weg van mijn baas dat ik deze gewoon eigenlijk nooit kon vinden. Tegenwoordig zit hij gewoon in mijn basis. Maar dit is de boom waar Reno en ik toen een ladder op geplaatst hadden. In Content Veen, een van de eerste... Letterlijk in de eerste livestream. En de eerste paar 20 minuten van dat deze hele server is deze ladder geplaatst. Dus hier moet echt uiteindelijk een monumentje van gemaakt worden. Ik wil er een soort tuintje omheen. Ik wil er een stoeltje bij. Een sign op. En dat mag nooit weg worden gehaald, deze boom. Dit is de heilige
heilige boom, jongens. De Holy One. Ook al is hij wel een beetje verpest. Hij is wel een beetje verpest. En dan nu is het tijd voor een verdrietig iets, jongens. Althans, verdrietig. We gaan een actie ondernemen met iets. We hebben hier deze guy. Deze guy die kan niks. Dit is gewoon echt een beetje een loser. Dit is zo, ja. Hij kan geen baan nemen, deze guy. Het is heel vervelend. Ik denk dat het tijd is voor de loser om uit dit huis te gaan. Kom maar. Je bent vrij. Ga weg hier, anders ga je dood. Het is tijd voor jou om te verhuizen. Uit huis te gaan. Je mag ook de tuin in. Hier ga je gang. Zo, hoppakee. Dan zit je in de tuin. Kan je hier weglopen in de tuin? Of zit je nu vast in de tuin? Is dat het? Nee, je kan weglopen. Ja, succes. Kijk maar waar je heen gaat. Zoek maar een plek. Verzin iets. Mij maakt het niet uit. Nou, misschien gaat hij al naar dat huisje. Oh, wil je daarheen? Dat zou ik op zich niet erg vinden. Dan wil jij gewoon de farm guy hier. Nee? Wil je onder de paddenstoel in kabouter zijn? Hij wil een kabouter zijn. Want jongens, het is tijd om een van mijn grootste vrienden in deze hele server met pensioen te laten gaan. Zijn tijd is gekomen. Hij hoeft niet meer te werken voor me. Hij kan lekker zijn ding doen. Lekker genieten in zijn huisje. Laten we even een boot pakken, zodat we hem kunnen verplaatsen. En ik denk dat jullie al weten over wie ik het heb, hè. Mijn vriendelijke vriend Berend. Het is tijd voor jou om lekker naar een huisje te gaan. Ik denk dat ik Berendina voor je meeneem. Ik denk dat het wel zo leuk is als je je vrouw letterlijk bij je hebt. Maar jullie generatie is voorbij, jongens. Jullie kunnen lekker gaan genieten van jullie pensioen. Laat ik een boot neerzetten voor je. Zo, kom maar, Berend. Kom maar. Kom maar lekker hier in het hokkie, in de boot. Zo, hoppakee. Goed zo. Nou, neem maar afscheid van je kooi. Of van je kraampie. Waar je al die tijd gewerkt hebt. Geld hebt verdiend voor je kinderen. Waar zijn je benen, Berend? Oh, daar zijn je benen. Oh, hij kijkt er ook echt naar. Hij is letterlijk afscheid aan het nemen. Even een verdrietig muziekje, Sebastian. Dag, huis. Dag, kraam. Waar ik gewerkt heb voor mijn leven. Waar ik gestreden heb voor mijn kinderen. Altijd naar Berendina kon kijken. Achter mij zat altijd Kwast. Die is overleden. Ik heb mensen zien komen en gaan. Maar nu is het tijd voor mij om te gaan. Berend, let's go. Berendina komt zo meteen achter je aan, hoor. Dit verdient gewoon echt respect in de chat of in de reacties. Berend verdient al het respect dat hij kan krijgen. Deze man heeft zoveel gedaan voor mij. Door de poort slopen zodat ik er langs kan. Hoppakee, kom op, er doorheen. Waarom kom ik er nou niet doorheen? Wat is dit nou? Oh, het is die wall hier. Zo, hoppakee. Nou, Berend, op een leuk avontuur met z'n tweeën. Jezus, het gaat snel. Nee, ik vind het wel terecht. Ik bedoel, zoveel heb ik hem ook niet meer nodig, weet je. En dan kan hij ook gewoon lekker genieten. Kijk, die guy daar rechts rondlopen. Die weet niet wat hij moet. Die is uit zijn huis gezet zodat Berend daar kan. Oké, je gaat niet teruglopen naar je basis nu, hè. Of naar je dingetje, weet ik veel. Want ja, dan als je dat doet, dat zou gewoon stom zijn. Hij wil natuurlijk terug naar zijn werkstationnetje. Maar kijk je nou, wil je daar wonen? Nee, daar woont Floro. Jij gaat hier wonen, in het iets minder mooie huis. Laten we zijn dingetje... Oh, jezus, schrik me rot. Waar ga jij heen, hè? Wil je naar de bijen toe of zo? Laten wij zijn stationnetje even pakken, zodat hij die daar neer kan zetten. Dan geven we hem... Zullen we hem ook echt nog een station geven? Of laten we hem dan echt baanloos daarbinnen zijn, dat hij echt geen werk meer heeft? Ja, maar Berend herkennen we natuurlijk alleen als librarian, hè? Dus ik denk dat we wel zijn boekenkastje ook mee moeten nemen. Ik bedoel, het is echt zijn boekenkastje dit, hè? Zijn lectern. Berend, we zetten je lectern, zetten we daadwerkelijk hier binnen neer. We willen niet dat jij een andere baan per ongeluk krijgt. Dan sluiten we het pad even zo af, dat hij niet per ongeluk kan ontsnappen. We willen niet dat Berend in één keer door de stad gaat ontjoeren als een of andere normale villager. Als het goed is, kan hij geen kant op nu, toch? Nee, oké. Komt-ie, Berend. Naar binnen, hè? Snel het huis in. Snel het huis in. Kom, lekker het huis in. Lekker warm. Je baanding staat daar. Ik duw je wel. Kom nou, Berend. Er staat zelfs een bed hier. Moet ik een bed voor je neerzetten? Hier, ik zet zelfs een bed voor je neer. Boven wel, hoor. Hier, kijk. Je hebt hier een hele slaapkamer voor jezelf. Komt-ie al? Ja, kom maar, Berend. Kom maar binnen. Niet de deur voor je dicht doen. Dat deed hij zelf overigens, hè. Nou, kijk, daar is hij. Gaat hij lekker naar boven? Gaat hij zijn bedje in? Gaat hij zijn bedje in? Berend, hij is officieel met pensioen. Kijk hem genieten van zijn pensioen. Kijk hem lekker liggen. Berend, dat is lekker, hè. Hoe chill is het om te genieten van je pensioen? Dan mag je mijn bed hebben. Hij is voor jou. Ik moet wel het huis voor hem interieur. Dat gaan we ook volgende aflevering doen. Een interieur geven aan het huis. Speciaal voor hem. Oké, halen we dit even weg. Oh, trouwens, nee, dat moet ik houden. Want we moeten Berendina ook deze kant op brengen. Ik ga het hem niet aandoen dat hij zijn afscheid moet nemen van zijn vrouw. Nou, kom maar gezellig. Bij je, Berendina. Kijk, ik heb hier een mooie doorgang voor je. Dan kom je lekker in het bootje. Ene, tweeën. Ene, twee. Ja, hoppakee. Nou, dan slopen we die vast. Oh, oeps. Kom maar mee, jonge dame. Zo, hoppakee. Dan gaat ze ook mee. Nou, neem jij ook maar even afscheid. Berendina is iets minder bijzonder dan Berend natuurlijk. Want Berend was mijn allereerste bro. Mijn allereerste... Oh, dat ging wel heel snel. Allereerste villager. Krijgt ze ook nog wat te zien van de stad. Die kennen dit natuurlijk gewoon als één groot natuurgebied. En inmiddels is het een halve stad geworden hier. Zo, dan doen we zo. Dat zij ook geen kant op kan. Kan ze nu? Ja, ze kan hier eruit. Nu niet meer, hè? Nu kan ze geen kant meer op, volgens mij. Nee, oké, prima. Oké, Berend, niet beloof me dat je niet ook naar buiten loopt, hè? Dit is even voor Berendina. Die komt er nu aan voor jou. Ene, tweeën. Kom op. Ja, goed zo, naar binnen. Ja, ja, ja. Oh,
Ze wil hier heel graag wonen. Ze wil gewoon naar Beren toe. Natuurlijk, hier. Kijk, hier heb je je baan weer. Waar ga je heen? Waar loop je helemaal heen, joh? Berendina. Nou, kijk ze nou gezellig met z'n tweeën hier chillen. Ze zijn herenigd en ze kunnen eindelijk samen gewoon leven. Ze zijn niet meer los van elkaar. Berend en Berendina wonen samen in dit huisje. Ik heb een bed voor haar meegenomen dat ze ook gewoon kan slapen. Hoeven ze geen ruzie te maken met wie er nou wel niet kan slapen. Ja, kijk, dat is jouw bed. Goed, hè? Dat witte bed is voor jou. Jullie hebben zelfs zolder. Leeg, maar hè, misschien dat jullie ooit nog kinderen krijgen. Wie weet. Nou, jongens, veel plezier in jullie nieuwe huis. Ik kom het nog wel een keer een interieur geven. Hé, de dorpsgek. Die is lekker in de tuin aan het chillen of zo. Weet ik veel wat hij aan het doen is. Wat goed, ouwe. Zetten we een sign neer. Berend en Berendina. Het is een beetje donker alleen. Dus ik denk dat ik hier wel even een glow inktsack op moet gaan gooien. Oh, maar mijn vuurwerk is weer op, hè. Wat ontzettend vervelend. Oh, moeten we de poort ook nog even repareren, hoor. Zo. Jemig. Zo. Ik mis een trapdoor. Zo. Oh, die zat daar. Die trapdoor. Ah, betrapt. Nu mis ik hem. Oh, maar ik mis zoveel blokken. Die cobblestone wall. Hatseflat. Maar dan zit hier gewoon een deur, hè? Zo, I guess. Ja, nou prima. Oh ja, waar kwam ik ook weer voor? Waar kwam ik voor? Huh? Oh ja, glow ink sex. Haha. Anders kan je het bordje niet lezen natuurlijk bij Berend en Berendina. Heb ik dat überhaupt wel? Oh nee. Ja, tuurlijk heb ik dat. Tuurlijk heb ik dat. Ik ben natuurlijk... Ja, ben je gek. En dan 1, 2. Hoppakee. Berend en Berendina in hun prachtige huisje. Lekker chill. Zitten ze gewoon lekker... Ze leven daar gewoon. Dan heb ik even een name tag nodig. Oh, maar die krijg ik natuurlijk bij Berend. Alleen ik had beloofd dat ik niet meer... Nee, ik had beloofd dat ik Berend natuurlijk niet meer zou gebruiken. Berend, je bent met pensioen. Ik kan het nu niet gaan misbruiken om een name tag bij jou te claimen. Zodat ik deze dorpsgek hier een naam kan geven. Moeten we maar ik heb gelukkig nog een andere librarian, jongens. Tegenwoordig al een tijdje inmiddels. Laten we die even helemaal upgraden. Zodat we bij hem ook dingen kunnen fixen. Namebacks natuurlijk. Dat is deze guy hier. Hij heeft nog niet eens zelf een naam. Hier, deze guy. Hij lijkt toevallig een beetje op Berend. We moeten hem even een master maken. Nou, wat gaan we dan uitgeven vooral? Laten we gewoon boekjes. Nee. Ja, boekjes. We gaan boekjes uitgeven aan hem. Daar krijgen we emeralds van. En van die emeralds gaan we ook weer andere dingen. Ja, dat is goeie. Dat is hele goeie, jongens. Krijgen we van hem alweer nametag. We mogen Berend niet meer gebruiken nu, dat kan ik niet maken. Oké, we hebben boekjes en emeralds. Gaan we er even snel heen. Nou, je hebt een naamloze villager. Laten we even met hem gaan dealen hier. Kijk, dan wordt hij van Journeyman. Wordt hij natuurlijk een expert. Maar ja, een expert hebben we nog niet zoveel. Want wij willen van jou een... Komt-ie. Wat word je? Kom op. Een master. En dan kunnen we... Oh, kost wel 14. Meen je dat? Nou, maakt niet uit. Zie je wel. Twee name tags. Eentje voor jezelf en eentje voor de dorpsgek. Nou, dat was best wel snel gedaan. Dat was serieus echt heel snel gedaan. Ik kom zo terug, hoor. Ik ga je even een naam geven. We noemen de dorpsgek Willy. En we noemen die andere villager. Dat moet met een B beginnen. Bonkie. Bonkie en Willy. Nou, Bonkie. Gefeliciteerd. Je hebt een naam. Hij heet ook echt Bonkie. Nu moeten we even naar Willy toe. Willy. Ja, is meestal... ja, kijk, daar hebben we hem. Daar hebben we Willy. Hier. Hoppakee. Willy, de wilde villager. Is dit? Willy de dorpsgek. Hey, veel plezier. Jij gaat me niet volgen nu ik je naam heb gegeven. Jij kan gewoon niet zoveel. Dus je loopt maar gewoon een beetje rond en je doet maar gewoon. Hij doet maar gewoon. Wat zijn Berend en Berendina aan het doen? Laten we even bij ze spieken, hoor. Oh, ze zijn niet beneden. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Oh, ze hebben ruzie. Ja, dat krijg je als je samen woont. Hè? Ja, Berend loopt weg. En Berendina, ja, denk, ja, loop maar weer weg, hè. Doe je altijd... Oh, ze komt naar beneden. Oh, doe je altijd al. Zo, laat ze maar met rust. Nou, jongens, ik wil veel dingen gaan doen volgende aflevering. Ik wil ook nog steeds een dierenpaleisje maken voor mijn katten en zo. Want die zitten al veel te lang. Heb ik die niet meer aandacht gegeven. En dat verdienen ze wel een beetje. Maar voor nu ga ik deze aflevering toch afsluiten. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Kijk zeker ook even deze video. Want dit is ook een leuke content van je video. En is het vorige deel. Heb je die nou gemist? Het is gewoon een enorm goed deel, want het is content van. En dan nu spreek ik laat glaasje water tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah.